In ons land leven we sinds de Tweede Wereldoorlog voorbij is in vrijheid. We kunnen gaan en staan waar we willen, we kunnen zeggen wat we willen en we kunnen zijn wie we zijn. Sowieso in Nederland zijn we heel gelukkig dat we zo vrij kunnen zijn. Maar wel als ik soms kijk naar het wereldnieuws en de rest van de wereld en wat daar allemaal gebeurt, dan ben ik wel bang van, ja, waar gaat dat dan heen? Ja, vrijheid, weet je wel, dat je niet bang hoeft te zijn. Want met al die, wat je allemaal in de krant leest, bang voor oorlog of zo. En vrij zijn, daar kun je ook vrijer denken. Maar voor die vrijheid hebben veel mensen in de Tweede Wereldoorlog grote risico's gelopen. Zoals ook Marinus Verhoeven uit Sint-Oederode. Hoe heeft die man dat allemaal gedaan en zijn leven zo geriskeerd voor een vrij Nederland? En wat bezielt iemand om vanuit hier naar een plek te gaan waar geen vrijheid is? Waar het gevaarlijk is en waar mensenlevens niets meer voorstellen? Ik wil het zelf meemaken. Ik wil het zelf voelen, ruiken. Ik wil die mensen vasthouden. Ik wil ze gezicht geven. En je kunt pas echt laten zien waar ze vandaan komen als je naar het gebied gaat, als je er tussenin staat. Onze vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. Hoe zorgen we ervoor dat we in deze tijd, in ons land, in de vrijheid kunnen blijven leven? Ik denk dat een land alleen maar een hecht land kan zijn als we in gesprek gaan met elkaar. Als er een dialoog blijft. Dit is Dicht bij Vrijheid. Als jullie mij thans zouden vragen of ik mijn gekozen besluit van toen zou willen overdoen, dan zeg ik ja. Liever dan mijn principes voor geld of wat ook anderszins overboord gooien. En of heulen met de vijand. Dit is het verhaal van Marinus. Een jonge man als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. Marinus werkt op de Oda staalfabriek in Sint-Oederode. Totdat hij zich moet melden om te gaan werken in Duitsland. Marinus komt in Duisburg terecht. Als de stad wordt gebombardeerd, vlucht hij. Terug naar Sint-Oederode. Toen is hij ondergedoken en heeft hij zich aangesloten bij het verzet. Samen met politiebouwman en boeren. Dat waren zijn twee kameraden. Merkt u dat het moeilijk lag, de oorlog? Nee, ik heb nooit niks gemerkt. Nee, want er werd gewoon helemaal nooit over gesproken. Nooit. Tientallen jaren verzwijgt Marinus zijn oorlogservaringen. Totdat hij, als hij met pensioen is, ziek wordt. En dan begint hij te schrijven. Als ik dan thuis kwam, dan dan had hij er moeite mee, want dan was je aan het schrijven en dan was het best wel heftig. Want dan stroomde tranen over zijn wangen. Ja, sorry hoor, dan moet ik ook nog bijna mijn haar. Als ik die momenten nou voor me zie van toen. Uiteindelijk schrijft Marinus een boek waarin hij zijn verzetswerk opschrijft. Maria, een van zijn dochters, neemt ons mee naar de plek waar hij na zijn missies vaak ondergedoken zat. En wat bedoel je met een missie? Nou, een missie als je mensen in veiligheid gebracht had, zoals hoofdzakelijk militairen, Amerikanen, die hier de weg kwijt waren en die naar de juiste plek gebracht moesten worden. Dat deed hij dan meestal te voet, heel veel te voet of per fiets. En na afloop moest hij natuurlijk veilig ergens de nacht doorbrengen. En dat kon dus hier. Maar levensgevaarlijke dingen? Heb je nu voor jezelf, als je daaraan terugdenkt, ook als je zijn verhalen leest, weet je waarom die het deed? Nou, omdat hij mee wilde werken aan de bevrijding van Nederland. Ook al was het natuurlijk kleinschaliger als dat je vecht aan het front. Hij wilde daarin meewerken, hij wilde daar een geheel in zijn. Hier is iets heel heftigs gebeurd, hè? Ja, dat was toen niet zo mooi. Toen werd hij aangehouden door een Duitser. En dat was al toen de bevrijding, toen de Amerikanen hier al waren. Mijn vader liep voorop, maar die had ook een oranje band om. Een oranje band, waarom? Daar kregen alle verzetsmensen die meewerkten aan de bevrijding en aan foute mensen ophalen en zo. Dus die Duitser wist? Die Duitser die zag al meteen natuurlijk dat hij mijn vader moest hebben. Toen is hij dus gevlucht en gerend en gerend en gerend. Maar er is toen wel een verdwaalde kogel, heeft toen wel een kind geraakt van 4 jaar. En die is toen ook gestorven doordat mijn vader vluchtte.
Mijn vader heeft zelf, hebben ze een kistje gemaakt, heeft haar kind meegenomen en heeft haar kind samen met nog een buurman zelf naar de parochie gebracht in het dorp. Wat heeft jouw vader daar later nog over verteld? Nou, dat je het heel erg vond dat eigenlijk een kogel die voor hem bedoeld was, bij zo'n jong kind terecht kwam. Dat vond hij heel erg, ja. Dat heeft hij toen heel erg gevonden. Een heel speciaal monument voor u, hè? Ja, dit is een, ja, vooral voor mijn vader ook. Want hier is een herdenking geplaatst van de twee maten, waar mijn vader me in het verzet gezeten heeft. Martin Boer en dus, Gerard Bouwman. Ja, die zijn toen 's nachts opgepakt. En die nacht is mijn vader niet naar zijn schuilplaats gegaan. Hij had echt een gevoel van, ik moet nu hier maar in die hooiberg gaan slapen. Ik moet maar niet naar mijn onderduikadres gaan, want dus dat is niet veilig. Boeren en Bouwman gingen naar het onderduikadres? Ja, die waren gewoon in het onderduikadres en mijn vader niet. En in die nacht zijn hun opgepakt. Als uw vader dus op die avond had gedacht, ik ga naar mijn onderduikadres, dan was hij ook opgepakt geweest. Dan had zijn naam... Ja, daarbij gestaan, ja. Ja, heel duidelijk. Toen het monument werd onthuld, toen was uw vader erbij? Toen was mijn vader erbij, ja. Hij wist dat de onthuld ging worden en er wil niet bij zijn. Hij was daar niet voor uitgenodigd, omdat het hier in Sint-Oederode niet bekend was dat mijn vader in het verzet gezeten heeft vroeger. En ik heb toen ook bloemen hier neer moeten leggen voor hem. Ik moest bloemen halen en voor hem hier neerleggen. En toen, ik heb nooit mijn vader zo zien huilen als toen. Dat was echt... Het deed hem heel veel, dit. Het deed hem heel veel, ja. Ja. In 1980 krijgt Marinus het Verzetsherdenkingskruis. Toch weet Maria dan nog steeds niet waarom hij dat kreeg. Pas als haar vader het boekje schrijft, begrijpt ze het. Nou, hij heeft zijn belevingen die hij zelf tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet gehad heeft, heeft hij mooi op papier gezet en dan blijft het goed bewaard. En ik vind het ook heel waardevol voor ons, onze familie. En ook eigenlijk voor iedereen die het maar wil lezen. Maria en haar familie willen dat het boekje een goede plek krijgt, zodat iedereen het kan lezen. Bij het Brabants Historisch Informatiecentrum in Den Bosch hebben ze een afspraak met René Bastiaanse. Kijk, hoog, hoog gezelschap. Ja. Hallo. Ja, en ja. Dag Tom. Hoi, dag René. Ik ben Maria. Dag Maria. Hallo, ik ben Annie. Dag Annie. Maria, dit is het moment. Ja, ik heb hier een boekje geschreven door mijn vader over zijn belevingen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Over het verzet. Dan ben je hier aan het goede adres, hè? Brabants Historisch Informatiecentrum. Ja, wij zijn een archief en alles wat je hier achterlaat, ja, blijft voor eeuwig bewaard. Ja, nou. Als wij er niet meer zijn, is dat boekje er nog wel. Toppie. Kunnen we het op die voorwaarden overhandigen elkaar? Ja, ja. Hartstikke goed. Dit is het relaas van een man die op een gegeven moment in het verzet terechtkomt en daar heel belangrijk werk doet. Bij onraad moet hij de onderduikers waarschuwen. Hij moet iemand die een transport verzorgt, moet hij op afstand volgen als er iets misgaat, dat hij het kan rapporteren. Dat is niet helemaal op de frontlinie, hè, klaarstaan met je pistool, maar wel buitengewoon belangrijk werk. Hij heeft er ook een verzetskaars voor gekregen. En hij beschrijft het op zo'n mooie, rustige, hele kalme manier, heel bescheiden ook. Ja, ik zou zeggen, helemaal lezen. Het boekje is op zijn bestemming. Ja. Hoe voelt dat voor jou? Een heel fijn gevoel heeft dat. Ook een heel rustig gevoel van, nou weet ik ook zeker dat het bewaard blijft. En dat was de instelling van het overdragen van mijn boekje. Gerdy Verbeet is voorzitter van Nationaal Comité 4 en 5 mei en oud-Tweede Kamervoorzitter. We ontmoeten haar bij het monument De Stenen Man, bij voormalig Kamp Amersfoort. Ik vind het een ontroerende plek, omdat je dus realiseert, dit was dus, waar ik nu op sta, die smalle weg, dat was de schietbaan.
achter mij, waar het monument van de stenen man staat, dat was de plek waar de mensen gefusilleerd werden. Er was ook een graf op die plek. En die stenen man, die staat daar, he, met één gebalde vuist. Die laat zien hoe moedig die was. Hij liet zich niet bang maken, ook niet terwijl hij wist wat het vooruitzicht was, namelijk doodgeschoten worden. Het is nu 72 jaar na de bevrijding. Dus heel veel kinderen hebben ook geen grootouders meer die het verhaal in kunnen vertellen. Maar als je dan samen met je schoolklas, want veel monumenten worden geadopteerd. Als je samen met je schoolklas of met je ouders, grootouders naar zo'n monument gaat en je loopt dit pad en je hoort het verhaal, dan realiseer je wat moed is en dat dat soms ook van jou gevraagd kan worden. Want we hebben natuurlijk nu al heel lang vrede, maar het is natuurlijk niet gezegd dat dat altijd zo blijft. Vrijheid van meningsuiting is natuurlijk heel essentieel in een rechtsstaat. Dat is een belangrijke rol van journalisten, dat ze altijd kunnen vertellen wat ze zien. He, op een eerlijke manier, met gecheckte feiten. He. En eigenlijk zou je willen dat iedereen zich daar bewust van is, dat als hij merkt dat een journalist of een andere burger beperkt wordt in zijn vrijheid om te zeggen wat hij denkt, wat hij voelt, dat je daar dan tegen in opstand komt. Ook als het hele andere opvattingen zijn als die je zelf hebt. Dus opkomen ook voor de rechten van anderen om hun mening naar buiten te brengen. Dat vind ik heel belangrijk. Hier in de voormalig concentratiekamp Vught is nu de tentoonstelling Kijk niet om te zien. Foto's van mensen uit oorlogsgebied. Van mensen die op de vlucht zijn. En die foto's die zijn gemaakt door Marielle van Uitert, ook uit Vught. Zij bezoekt levensgevaarlijke gebieden. Waarom neemt zij zoveel risico voor een foto? Dit is mijn meest recente werk. Dit is Oost-Mosul. Het laatste boelwerk van IS in Irak. Elke dag is belangrijk om te laten zien. Omdat je mag, en wij mogen onze ogen daar niet voor sluiten. Want als je niks meer laat zien, ik bedoel heel veel mensen, oh, is het nog oorlog in Mosul nu? Dus je moet het, je hebt de plicht om het te laten zien. Om de mensen waakzaam te houden. En natuurlijk, oorlog, we leren er niks van en het is iets van alle dag. Maar als je niks meer laat zien en je krijgt alleen nog maar de propagandabeelden van de regering te zien, dan denk ik dat de maatschappij nog gevaarlijker wordt. Zilveren camerawinnaar Marielle van Uitert doet dit werk nu 10 jaar. Bijna 5 jaar geleden gaat het in Syrië mis. Ze wordt ontvoerd. Ik was in Aleppo en de totale anarchie natuurlijk. Er zijn, ik geloof, iets van 120 strijdende partijen op het moment. En toen al. IS was min of meer nog ondergronds. En wij gingen met een aantal journalisten een ziekenhuis fotograferen, filmen. Die was bevrijd door het Vrije Syrische leger toen nog op het leger van Assad. En op de terugweg, we waren met z'n 5 journalisten, werden we klemgereden door 2 pick-ups vol met tot de tanden bewapende strijders. En de chauffeur werd eruit getrokken en een van die strijders ging achter het stuur zitten en nam ons mee. Ik wist ook dat bijna alle journalisten die ontvoerd werden een kogel kregen of gewoon verdwenen. En, ja, dus dan ben je niet bezig van waar ga ik heen. Je bent alleen maar bezig van hoe pijnlijk zal het zijn, hoe lang zal het duren. Uiteindelijk wordt ze na een halve dag vrijgelaten. Maar vlak daarna gaat het toch nog mis. Ze raakt gewond bij een aanslag. Op het moment dat ik zelf gewond raakte, voel je niks. Want je bent alleen maar bezig met vluchten om veilig te zijn. En ik was mijn journalist aan het zoeken. En ik was wel overtuigd dat zij een van de doden was. Het was zo'n chaos. En pas eigenlijk later zag ik dat mijn broek helemaal rood was. En toen pas begon ik pijn te voelen. Maar, dus kun je nagaan wat die adrenaline met je doet. En,
Maar dit is dus wel iets wat die mensen elke dag meemaken. Nou, hier was ik dus in Servië aangekomen en we hadden zelf oude kleren aangetrokken. En wij deden gewoon alsof we vluchteling waren. Dus dit ticket was maar 7 euro, een stuk goedkoper ook nog eens. En wij gingen dus in zo'n trein waar wij, nou ja, een trein, wij zouden hier het vee erin vervoeren. De ramen waren helemaal vol met graffiti, er waren geen toiletten aan boord. Het stonk, het was smerig, kinderen lagen op de grond. Daar zaten we ongeveer 6 uur in. Moeders moesten hun kinderen verschonen. En zo werden ze van dag na dag eigenlijk als vee vervoerd. Waar wij toe in staat zijn om elkaar aan te doen, dat elke keer weer, nu in Mosul ook, dat overstijgt gewoon mijn stoutste dromen. Dat, van de andere kant, de rekbaarheid van de mensen. En dan vooral van die vrouwen die echt, als je ziet wat zij meemaken en dan toch die kracht hebben om door te gaan, dat vind ik zo fascinerend. Ik bedoel, in een oorlog zit ook gewoon heel veel liefde. En daar zie je ook vooral de liefde van de moeder voor het gezin. En die kracht die zij dan, ook al heeft ze soms 3 kinderen verloren, om toch nog door te gaan, dat houdt mij ook op de been. We zijn met z'n allen echt zo aan het klagen in dit land, maar potverdikke, we zijn echt vrij. We zijn vrij om onze mening te geven, maar we zijn vrij om over de markt te lopen, om niet bang te zijn dat er weer een mortier afgaat, want dat is wat ik in al die gebieden zie. Je bent, al kinderen kunnen spelen op straat, ze hebben onderwijs. We zijn zo fucking rijk. We zijn zo rijk, maar we beseffen het niet. Wat is vrijheid voor jou? Nou ja, zoals we nu hier rondlopen, hè, met z'n drieën gewoon vrij over straat kunnen lopen. Ja, dat is heel belangrijk. Heb je het gevoel dat je altijd kan zijn wie je bent? Ja. Ja, dat heb ik wel. Ja? In Nederland wel. Ik vind nu met die politiek dat ze één partij uitsluiten, vind ik geen vrijheid, hè? U vindt het PVV erbij, hoor? Ja, dat vind ik wel. We wonen toch in een democratisch land? Vindt u niet? Goed met elkaar overweg kunnen. Dat vind ik vrijheid. Ja, dat wel, ja. Het is gewoon makkelijk met iedereen kunnen praten zonder je zorgen te kunnen maken over wat je zegt. Op Bevrijdingsdag treden door het hele land de zogenoemde ambassadeurs van de vrijheid op. En een van die bands is De Staat. Gitarist Vedran die weet hoe het is om niet in vrijheid te leven. Begin jaren 90 vluchtte hij met zijn ouders uit Kroatië omdat daar toen oorlog was. En nu keert hij met zijn bandleden terug naar zijn geboorteplaats. Ik denk wel dat het op een gegeven moment echt misgaat. Dat we nog een oorlog gaan krijgen. Bij ons? Op grote schaal, ja. Ook, dat zou heel goed ook bij ons kunnen. En iedereen zegt van nee, dat kan niet gebeuren. En dat is precies ook wat we hier ook zeiden. Van nee, dat kan hier nooit gebeuren. En toch. Ook in Kroatië is vandaag weer zwaar gevochten. Volgens de Kroaten heeft het Soldaten leger met een MIG-gevechtsvliegtuig een bombardement uitgevoerd. En veel gebouwen zijn vernield. Het centrum van de stad zal opgetroffen zijn. Hier was gewoon echt spoorovergang en dan kon je daar. Precies achter dit gebouw is een hotel en twee tennisbanen. Daar had ik altijd les. En daar is het ook begonnen toen ik 's middags aan het tennissen was. Toen op een gegeven moment hoorde je allemaal explosies. En ik was echt zo, wat is dit? En toen zei de tennisleraar van, ga maar naar huis. Want toen is de markt beschoten. Dat was eng. Gewoon. Want het was echt zo, er was geen kelder. Het was geen leuke kelder, het was gewoon waar je, weet ik veel, aardappelen in bewaarde met beschimmelde muren. En dit is gewoon zoals het was. En dan hebben we hier gewoon een matras neergelegd en
met z'n allen hier... Ja, twee matrassen hier en... Maar twee zeg maar volle dagen of ging je af en toe even naar buiten om te kijken hoe het was? Ja, als het dan even stil lag, dan ging je gewoon... Snel plassen. Ja, het blijft er gewoon altijd bij. Dat kan je gewoon, ja, daar kan je gewoon niks meer aan doen. Dat er gewoon soms gewoon hele huizen weggevaagd zijn. Gewoon met fundering en al gewoon één bom. Gewoon. Ik heb hier natuurlijk gezien hoe makkelijk dat gaat. Dat mensen elkaar gaan wantrouwen. En dat er opeens wij-zij dingen ontstaat. En dat, dat baart me zorgen. En ik denk dat we dat juist door elkaar proberen te begrijpen, te luisteren naar elkaar, dat misschien wel anders zou kunnen. Als die vluchtelingen bij elkaar gezet worden ergens, je zondert ze af van de gemeenschap, dan krijg je dat natuurlijk wel omdat je nooit in contact bent met elkaar. Je moet dus in contact blijven met elkaar. En die mensen leren kennen. En daarna kun je misschien een oordeel geven van dit is wat ik vind. Maar daarvoor kan je niet gaan oordelen. Hij vraagt of we Slivovic willen. Ja, constant in gesprek zijn met anderen. En elkaar naar elkaar luisteren en elkaar proberen te begrijpen. Dat is het enige wat je... Wat je kan doen. Het is gewoon niet zwart-wit. Het is nooit zwart-wit. Nooit. Waar ik me nou het meeste zorgen over maak, hè, als het gaat om hoe hou je de balans in een land nou in stand, hè, hoe hou je het evenwicht tussen groepen, is dat men elkaar eigenlijk niet meer ontmoet. Je kunt in Nederland, als je wil, eigenlijk in je eigen bubbel zitten, met de kranten die jij leest, die de mensen die je kent leest, met de televisieprogramma's waar je naar kijkt. En ik denk dat een land alleen maar een hecht land kan zijn als we in gesprek gaan met elkaar, als er een dialoog blijft. Democratie is niet voor luie mensen. Dus je kunt het niet de mensen verwijten die in de politiek zitten. Je moet jezelf verwijten dat je je niet ermee bemoeit. Want als je niet bemoeit, stemmen is wel het minste wat je kunt doen één keer per 4 jaar. Maar ik zou willen dat je ook actief naar bijeenkomsten van politieke partijen gaat. Richt er zelf één op. Dat kan allemaal in Nederland. Maak gebruik van die mogelijkheden. Bemoei je ermee.